Gezondheidsminister Amar Amadine zegt dat de recente staking bij het psychiatrisch centrum Suriname PCS nodig was. Het personeel was in actie vanwege ontevredenheid over hun late uitbetalingen. De minister sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Hij geeft aan dat er vanuit zijn ministerie wel gecommuniceerd is met het PCS-personeel. Maar dat de fout ligt bij andere actoren die verantwoordelijk zijn voor betalingen. Er was een betalingsachterstand, een betalingsvertraging, om het maar zo te noemen, vanuit de centrale bank richting het PCS. En daardoor is er dus denk 1 of 2 werkdagen na de maand van oktober betaald. Inmiddels kan ik aangeven dat sinds vorige week ook de betaling gewoon heeft plaatsgevonden, zodat de salarissen ook allemaal uitgekeerd zijn. Dus op dit moment is de zaak rustig. Maar we werken er naartoe uiteraard om dit soort van situaties te voorkomen. Er is een betalingsvertraging plaatsgevonden bij de centrale bank en we hebben daar de stappen wel gezien daarna. En er is dus op dit moment sprake van een rust. De minister zei verder een principeovereenkomst te hebben bereikt en getekend met de ziekenhuisbonden. Hij benadrukt dat de afspraken die gemaakt zijn met de vakorganisaties nu gemonitord zullen worden. De bedoeling is dat invulling wordt gegeven aan alle afspraken.